Kuiper. Kuiper tanda en cuchila, prepara criollo, un mucha pasa mirele, babisa son nono. Mijn lieve oma, kom dan een beetje maar halen, kom dan een beetje maar halen, wel met je borden. Beste kijker, goed dat jullie weer kijken naar het programma van Smullen met Huber. Nou, we zijn alweer op Rotterdam-Zuid, op de markt van Afrikanenplein. En zoeken naar kandidaten die graag willen in het programma van Smullen met Huber gaan koken. Nou, Smullen met Huber is een programma begonnen met 12 verschillende nationaliteiten, 12 verschillende gerechten. En wij zijn hier op de markt om zoeken naar kandidaten die graag bij hun thuis willen gaan koken. Wij kijken het even hier rond om te kijken naar kandidaten om die graag willen mee gaan koken. Goedendag mevrouw. Hallo. Hoe heet u? Annemaria Carbonaro. Annemaria Carbonaro. Ja. Oh, klinkt een beetje Italiaan. Ja, de helft. De helft is Italiaans. De helft? Hoe de helft? Hoezo? De helft is uit Nederland. Mijn moeder is Nederlands en mijn vader kwam uit Italië. Nou, hij is hier gekomen met een schip. Hij was scheepskok. En hij is uiteindelijk mijn moeder hier tegengekomen. Is hier gebleven. Hij heeft een café en restaurant gehad hier in de Afrikanenwijk. Oh, leuk. Hey, want kijk, ik wil even voorstellen. Want mijn naam is Hubert Trinidad. Ik ben van een kookprogramma Smullen met Hubert. Ik zoek kandidaat die graag willen mee gaan koken in het programma van Smullen met Hubert. Ja, ik ben niet zo heel goed met koken. Ik kan ook voor jou koken. Ga jij nou voor mij Italiaans koken? Maar dan ga ik wel bij jou thuis doen. Ja, dat is goed. Leuk. Ja, wat zal je willen eten dan? Ja, iets Italiaans. Pasta. Ik ben zelf vegetarisch. Ik eet wel vis af en toe. Dus iets met groenten. Verschillende groenten. Ratatouille of zo. Ja. Nou, dat klinkt allemaal. En dat kan ik allemaal. Echt waar? Ja, ik ben een internationale kok. Dan ga ik wat van jou leren en dan kan ik toch de traditie van mijn vader voortzetten. Nou, ga je mee boodschappen doen dan? Ja, nee, is goed. Kom op. Okay. Ja. Nou, Annemarie, we zijn hier. We hebben hier wat courgette. Ziet er goed uit. Gaan wij... Daar de ratatouille in. Juist, de ratatouille en dan in de oven. Wat denk je daarvan? Nou, leuk idee. Oké, okay, gaan we dat doen. Oké. Okay? Okay. Nou, 9. We hebben 9. 9, nou mooi gekomen. Oké, okay, wij nemen wat... Paprika's? Paprika. Hoeveel paprika? Doe maar een stuk of 6. 6. 6 van die rode en een zak van die gele. Oké, nou ben ik het tel kwijt. Nou, we hebben ook wat komkommer nodig voor een lekkere salade. Oké, daar ben ik heel blij mee. Ja, even 3 mooie, stevig. Weet je, hoe kan je merken dat een komkommer goed is om te eten? Nee. Nou, dat moet groen. Er moet zo groen mogelijk en dat is stevig, hè? Er moet niet zo zacht zijn. Oké. Okay. Ja, dat is een mooie. En nog 1. 3 heb ik, hè? Ja, doen we nog dit erbij. Nog 1. Oké, okay, dat is goed. Een stuk of 7 tomaten, mooie tros, ja. 7? Zie je die een beetje... Ja. Doe nog eentje erbij. Oké. Okay. Zullen we wat sla nemen? Neem een stuk of 4. We zijn nu klaar met de markt, ja? Met de groenten kopen. En ik denk dat ik die vissen ergens anders ga kopen. Oké, okay, waarom? Ja, ik denk, want daar hebben ze meer assortimenten. Oké, okay, yes, want, goed, ja, dankjewel, want ik wil een soort van alles vis door elkaar en op een basis van tomatensaus, op een Italiaanse saus willen gaan maken. Oké, okay, nou, klinkt lekker. Nou, goed dat jullie alweer kijken naar Smullen met Huber. Nou, Smullen met Huber, hoe jullie weten, dat is bezig met een nieuwe serie. Dat is een serie van 12 programma's waar ik die mensen ontmoet op de markt. En dan vraag ik dat ze graag willen met mij gaan koken. En als ze ja zeggen, dan ga ik naar huis met hun mee. En dan ga ik in hun keuken gaan koken. Dus jullie hebben ook gezien dat ik Annemarie op de markt heb gezien. En nu sta ik thuis bij Annemarie. En dan gaan we lekker koken. Annemarie? Ja. Nou, kijk eens. Dus... Kijk, maar Annemarie is een hele speciale mens, want kijk, jullie weten dat het, als je niet weet, dan is het een serie van 12 programma's, 12 verschillende nationaliteiten, 12 verschillende gerechten. Dus dat gaan we vandaag brengen voor jullie, maar op een veer van Italiaanse keuken. Annemarie? Ja, klopt. Ik ben de helft is Italiaans. Nou, wat gaan we vandaag maken? Mag jij zeggen? Mag ik het zeggen?
Nou ja, jij gaat mij helpen, want ik ben nou, natuurlijk. Niet zo goed in de keuken. Zeg het maar. We gaan de ratatouille maken. Ja, de ratatouille gaan wij in de courgette. En ik ben gek op creatief in de keuken. En dan gaan wij uithoren aan Annemarie. En dan gaan we vullen met de ratatouille en dan in de oven. Maar we gaan eerst blancheren en dan de ratatouille maken, vullen in de oven. En met lekker Parmezaanse kaas erbij. Parmezaanse kaas erbij. Oké? Okay? Ja. Nou, je mag verder gaan. En ja, we hebben daar een hele schaal met vis. Daar gaan we een lekkere vissaus voor maken. Voor bij de farfalle. De vlindermacaroni. Ja, die vis is verschillende gewicht. Er zitten tjombo-kanalen erbij. Er zitten kabeljauw, er zitten zalm, er zitten tonijn. Dus het is gewoon een mengen van verschillende soorten vissen. Die gaan we stukjes, gaan we marineren. En dan gaan we in de oven en dan combineren we met een tomatensaus, Annemarie. Die tomatensaus hebben we hier tomatenconcassé. Dat is geperde tomaten en een lekker saus. En dan gaan wij afmaken met witte wijnsaus, basis van witte wijnsaus. En dan met kruiden en zo. Dus dat wordt heel lekker. Oké. En daarbij hebben wij ook een lekker salade. Wij hebben toch een beetje in de veren van de Italiaan. Hebben wij mozzarella, dan hebben wij hier wat verschillende soorten olijven. Ze zijn heel lekker. Dus, en niet te vergeten, in de Italiaanse keuken hebben wij pomodori. Pomodori moet gewoon in de Italiaanse keuken. En hier hebben wij ook nog wat dadas, gevuld ook met kaas. Hebben wij mini paprika gevuld met ook een lekkere mousse. En ook nog wat persik. En daarbij combineren we met tomaat, komkommer enzovoort. Nou, was er heel veel informatie. Ja, en ik ben heel erg benieuwd. De ingrediënten zijn er, dus volgens mij moet het helemaal goed komen. Juist, nou, dus ik hoop dat jullie gaan lekker zitten in jullie luie stoelen. En lekker genieten naar Smullen met Hubert! Nou, de courgette is rond. Is dat normaal, dan is het een beetje lang werpen, maar dit is hele speciale rond, Annemarie. Ja, ik vind het heel leuk. Dus daarom toen wij op de markt zien, ik denk, ja, daar kan ik iets leuk mee van maken. Dan gaan we eerst die dopjes weghalen. Ja. Kijk, dan maak je een klein beetje hier zo, dat we wel kunnen blijven staan. Even uithalen, uitkijken dat er niet helemaal doorheen. Niet door het schil zit. Ja. Nou, als je ziet, dat zit een holtje erin. Dan kunnen we hiermee die ratatouille, maar dan gaan we eerst blancheren en dan die ratatouille maken, erin vullen. Oké. Dus als je dit wil doen, dan ben ik heel blij mee. Dan ga ik even die vis marineren. Is goed, ik heb nou goed opgelet. Deze is al klaar. En ik kan misschien even ook de deksel, ik kan ook nog wat uithalen. Ja, dan heb je dit. En dan straks kunnen we gewoon zo met die ratatouille erin in de oven. Annemarie, we gaan die vis in blokjes snijden. Ja. En dan gaan we alles bij elkaar mengen met de kanalen en de zalm en zo. Dan gaan we lekker marineren. Echt op een Italiaanse met de provinciaal kruiden, cornflow en lekkere smaak brengen. En daar gaan we even in de oven. En als je uit de oven komt, dan gaan we lekker in de saus zetten. Lekker. Nou. Wat denk je daarvan? Ja, goed idee. Oké, dan gaan we snijden. Kijk, daar hebben we zo blokjes. Dat is perfect. Nou, we hebben gesneden, is het echt mooi zo, kijk eens aan. En waarom ga ik het in de oven doen, niet bakken? Omdat het kan heel snel kapot gaan, allemaal stukjes. En als je in de oven zet, dan blijft het mooi heet. En dan even, heel even in de saus laten sudderen. De vis hier in Europa, er zijn allemaal heel veel van die vissen zijn van zoet water. En zoetwatervis gaat heel snel uit elkaar. In de Cariben, Curaçao, waar ik vandaan kom, dan heb je van de zeezout, van de Caribische Oceaan. Waar de vissen zijn heel stevig. Als je gaat bakken in de olie, dan blijft de vis heel heel. Maar doordat wij niet bakken, gaan bakken, dan gaan wij in de oven doen, dan blijft het mooi heel. Maar als je bakken, Annemarie, dan kan je dat je vis wil heel blijven. Dan kan je eerst een smaak brengen en dan in de bloem en dan bakken. Dat blijft heel mooi. Okay. Maar als je zo die vis bakken, dan heb je heel veel
kans dat ze uit elkaar vallen. Kijk, als je een ragout maakt, dat is vroeger in de Nederlandse keuken, dan maak je een ragout. Weet je, die pasteetjes, wat je, die vullen zo. Ja, met kerst hadden we die altijd. Yes. Elk dan, jaar. Dan kan je ook een ragout maken. Ja. Dan kun je mee vullen. Dus dat maakt niet uit, dan doe je alle soorten vis door elkaar. En dan in de Amerikaanse keuken, toen ik 14 jaar was, sta ik in de Holiday Inn. Staat te kokerellen. En dan, ik kan nog een recept kan nog herinneren. En dat is seafood crepes. Seafood crepes. Dat is een flintje. En dan maak je precies van alle soorten vis door elkaar. Yeah. En dan doe je op een basis van crème sauce. En daarbij, dan maak je dat een beetje uit elkaar vallen. En dan maak je de flintje, dan vul je de flintje, dan draai je zo rond. En dan doe je Hollandaise saus erover. En dan doe je in de oven, dan wordt het hele mooi bruin zo. Okay. En dan noemen ze de Amerikanen seafood crepes. Seafood crepes. Ja. Klinkt lekker. Ja. Ik denk dat ik hier gewoon talent voor heb, joh. Is heel lekker. Moet ik vaker doen. Ja? Kom je nou elke dag koken bij me? Oké, vanaf vandaag gaan we... Vanaf vandaag kom je elke dag, ja. Gaan we een contract tekenen. We stoppen de serie met andere nationaliteiten. En gewoon 12 weken bij mij koken. Oké, dat is goed. Nadat wij alle stukje vis hebben gesneden, we hebben... Garnalen, jumbo garnalen, we hebben salm, kabeljauw en al die vis bij elkaar. Dan gaan we nu marineren. Wat viskruiden, dat zijn een soort provinciale kruiden. Dat ze alles door elkaar, rozemarijn, tijm en delen van alles nog wat. En die gaan we overeen doen, gewoon zo. En straks, hoe ik jullie heb uitgelegd, dat gaan wij niet bakken, dat gaan wij in de oven doen. Dus gemalen cornflakespoeder. Doe ook een beetje erop. Een beetje zout. En dan gaan wij een beetje olie, olijfolie overheen strooien. Waarom? Want die olijfolie die komt goed in die marinade. Als je marinade op basis van olie is altijd goed. Want dan gaat het goed door het vlees heen. En nu gaan we even mengen. Nou, ik ruik het al, die ruiken lekker hoor. Moet je kijken. Moet je kijken hoe mooi allemaal door elkaar zijn. En dan moet je ruiken. Lekker? Nadat wij hebben uitgehaald, dan gaan wij nou die aubergine. Dan gaan we kleine blokjes snijden. Paprika, tomaten, uien. En dan gaan we allemaal voor die, samen met dit, wat we hebben uit die courgette uitgehaald, dan gaan we de ratatouille maken. Oké. Okay. Oké, dan gaan wij nu even die andere spullen snijden. Okay. En hoe klein? Nou, klein, zo klein dat we moeten hierheen vullen straks. Oké. Okay. Oké. Okay. Goed, dan gaan wij dit even blancheren. En nadat het blancheren is, maken we die ratatouille, vullen we in en dat gaat in de oven. Oké? Okay? Blijf maar kijken. Gaan smullen met... Wel met je borden, mijn lieve oma. Kom dan een beetje maar halen, kom dan een beetje maar halen. Wel met je borden. Nadat wij die courgette hebben uitgehaald, dan hebben wij water laten koken. En dan gaan wij een klein beetje zout erin. En dan gaan wij die courgette blancheren. Nou, dat doen we niet te veel, niet allemaal tegelijk. Dat doen we 4-4. En dan kunnen we lekker half gaar gaan koken. Dan laten we ongeveer tot die water alweer aan koken komen. En dan halen we eruit en dan is het goed. Annemarie zijn bezig nu met die vleestomaten voor de ratatouille. En dan ga ik nu de vis op de schaal zetten. En straks als ze zo ver is, dan gaan we in de oven doen. Maar ik ga eerst die oven even opwarmen. En dan als we straks erin doen... Dan hoeft het niet zo lang te staan. Smullen met Huber. Huber dat in cucina. Prepara criollo. Un mucha pasa mirele. Bij bisa son nonno. Bij lieve oma. Kom dan een beetje. Lekker hoor, dan. Ziet er nu al goed uit. Ja. Nou, mensen, blijf maar kijken. Dit ziet er nu ook al goed uit. Ja, die ook. Die gaan wij straks
lekker rappatoeien maken. Op het Italiaans, hè? Ja. Oké. Die courgettes zijn nou ongeveer 3 minuten gekookt. En nu gaan we eruit halen. Als je ziet, dan is het gaar, half gaar al. Dus als ze straks met die rappatoeien invullen, dat gaat in de oven, dan moet het niet zo lang. En dan valt die ook niet door elkaar. Dus dan gaan we even zo omdraaien. Dan kan al die vochten, die water uit lopen. Zo. Kijk eens aan. En de rest van die dorpen, dat gaan we even ook blancheren. En dan zijn we klaar, dan gaan we de rappatoeien maken en dan kunnen we invullen. Mijn lieve oma, kom dan een beetje maar halen. Kom dan een beetje maar halen, wel met je borden. Oké, we hebben de ui gesneden en dit komt in de tomatensaus. Annemarie, gaan we die saus maken. Dit is tomatensaus, de concassé. Dan gaan we eerst die pan opzetten. Ja. Laat het even heet worden. Doen we wat lekker olijfolie. Annemarie, weet je waarom ik gebruik heel veel olijfolie? Nee. Olijfolie is gezond. Dat zeg ik in bijna alle mijn programma. Want olijfolie, als je inzet, naast tijd dat je gaat bakken, zie je dat je weer olie moet gooien, want hij verdampt. En de normale olie, die komt allemaal in je lichaam in. Hè? Dus dat zijn, dus olijfolie zeggen ze, is altijd gezond. Oké, ik kook ook heel veel met olijfolie. Ja, dat is goed. Dat is gezond. Ja. Nou, dan gaan wij even die knoflook heel even bakken in de olijfolie. Annemarie, wie ben jij? Ik ben Annemaria Carbonaro. Ja? Waar ben je geboren? In de Afrikanenwijk. In de Afrikanenwijk? Ja. Wat vind je leuk van Rotterdam, Zuid? Ja, de mix van verschillende culturen vind ik heel erg leuk. Dus dat je eigenlijk een ratatouille hebt van mensen. Dus heel veel verschillende mensen die met elkaar samenleven en samenwonen. Dat vind ik heel bijzonder aan Zuid. Het is een hele bijzondere cultuur. Het is echt thuiskomen. Op het moment dat ik de Erasmusbrug overkom, dan ben ik pas thuis. Oké, dat is mooi. Nou mensen, we hebben die uien en de knoflook even laten lichtbruin bakken. Daar hebben wij die concassé tomaten bijgevoegd. En laten we alweer aan de kook gaan brengen. Nou, Annemarie, we gaan ook verder met de rappatoeien. We hebben een pan gezet. Dan gaan wij een klein beetje olijfolie erin. Annemarie, we hebben alle groenten gesneden. We hebben courgette, we hebben aubergine, we hebben uien, paprika, tomaten. En nu gaan we die... In de pan. In de pan. Dan gaan wij lekker de rappatoeien maken. Tussendoor gaat ook de saus even lekker door. Nou, om de saus af te maken, als het dadelijk gaat koken, dan gaan we even een beetje tomatenpuree erin, witte wijn en dan een smaak brengen. Dat is heel lekker. En zeg altijd, als je een saus van basis tomatensaus maakt, een klein beetje suiker. Een klein beetje suiker is om de zuur te verwerken. Oké. Annemarie, ik denk dat we een klein beetje heet water hierbij vullen. Ja? Dan kunnen we ook die vlinder pasta gaan koken, ja? Oké. Kan dat? Een klein beetje water? Ja. Een beetje olie erbij. Doen we nog een klein beetje tomatenpuree erbij. Annemarie. Mm-hmm. Even inscheuren. Als je strak gaat smaken, dan ga je weten hoe lekker smaakt die tomatensaus door. Daarom dat ik de witte wijn erbij doe en dan ook nog de knoflook en al die smaken die erin is. Dat smaakt heel lekker. Doe een klein beetje provinciaal kruiden. Een klein beetje knoflookpoeder. Een klein beetje groente kruiden. En dan gewoon een beetje suiker erin. Ja, de suiker komt daarin.
En dit is kei, die witte wijn. Smullen met Huber. Dat is een cucina, prepara criollo, con mucha pasta mirele. Als het dadelijk aan de kop komen, dan gaan we een klein beetje suiker toevoegen. Okay. Tussendoor hebben wij hier de ratatouille. Nou, dat gaat het heel goed. Gaat het heel goed. Leuke kleur allemaal. Ja, zeker. En als het dadelijk klaar is, dan gaan we hierin vullen. Mm-hmm. Gaan we vullen. Tepsel erop en dan in de oven. Okay. Nou mensen, wij zijn nu aangekomen aan de salade. Anne-Marie? Ja. Kijk, okay. We hebben hier wat ijsbergsla. Gaan we even snijden, die kantjes weer. Schoon, ja, mooi van binnen, kijk eens aan. En dan gaan we even snijden. Maar normaal, hè, een sla is mooi als je zo kunt gewoon met je handen gewoon zo kunt plukken. Dat is het mooiste van, want dan druk je niet op die sla en dan wordt die sla niet natterig en kapot. Als je zo doet met je handen gewoon, dan zie je dat het echt mooi zo door elkaar zo. Dan doe je zo, gewoon met je handen zo. Kijk eens. En dan noemen ze plukken. Plukken? Plukken. Gewoon zo. Wat die bankiers doen. Ja, gewoon zo. Met je, ja. Geef geld van de bank. Kijk, dan heb je dit. En straks gaan we met een compositie van verschillende soorten sla in elkaar. En dan komen tomaten, komkommer en van alles nog wat. Komkommer erop. En dit gaat Anne-Marie verder maken. En dan ga ik met de saus bezig en de blender pasta bezig. Oké, Anne-Marie? Oké, kijk. Dan heb je hier paprika, dan heb je tomaten, mozzarella erbij. Er zitten dadels, er zitten pomodori, olijven. Dat mag je allemaal gebruiken, Anne-Marie. Okay. Dus dat komt allemaal voor de salade. Ik ga nu verder met de warm gedeelte. Oké, okay. Ja, dat is goed. We hebben nu die tomatenpuree, dat gaan we in de ratatouille. We hebben wat kruiden, provinciaal kruiden. Lekker bij de ratatouille. Klein beetje knoflookpoeder. Een beetje zout. Even indraaien. Nou, om de zout af te maken, dan gaan we een klein beetje suiker erin. Dit is om de zuur weg te halen. Kom dan een beetje maar halen, kom dan een beetje maar halen, wel met je borden. Nou, het water is aan het koken voor de blender pasta. Dan gaan we een klein beetje olie erin. Zout. En dan laten wij die pasta zakken. Dan moeten we wel af en toe blijven wel inroeren. Het mooiste is, dan is het drie kleuren. Groen, rood en wit. Dus het is heel, het blijft gewoon. Ik zeg altijd, eten is gewoon een carnaval. Want stel voor dat je alles één kleur op je bord hebt, dan is het gewoon, het ziet er niet uit. Is ook niet lekker. Dus wat je ziet, dan lust je. En dan, misschien dan is het niet lekker, maar dan heeft het toch leuk uitzien. En dan heb je meer trek in. En dat is altijd met eten. Heel veel kleuren. Nou, tussendoor gaan we even kijken naar ratatouille. Ik denk dat het klaar is. Moet je kijken. Nou, de ratatouille is klaar. De courgette is geblancheerd. Dan gaan we vullen. Dat ziet er goed uit in. En straks gaat het even in de oven. Dan komt gewoon die deksel erop zo. En dan wat Parmezaanse kaas erop. En dan is het heerlijk. Nou, Anne-Marie, die vis is klaar, is lekker gemarineerd. Nou, bijna een uur gestaan. De oven is opgewarmd op 175 graden.
En dan gaan we ongeveer 20 minuten inzetten. Oké. Natuurlijk moet je blijven kijken dat het goed is, hè. Nou, die courgette gaan we een beetje verse bambasankas erop. En daarna gaan we in de oven doen. Kijk eens, ziet het echt lekker uit. Zo. Kijk eens aan. Dan gaan we in de oven. Ja, Annemarie, alles zit in de oven. Dan gaan we straks even kijken. Oké. Nou, onze entertainment van muziek gaat over een trio. Nou, normaal in de Caribbean heb je maraca, dan heb je tambora, je hebt vanochtend nog wat. Maar wat speelt u, mevrouw? De alsaxofoon. Oké, en u? Deze gitaar. En u? Ik heb speciaal voor de gelegenheid de eiersnijder meegenomen. Oké, nou mensen, dit is een trio. En welke nummer gaan jullie spelen? Het volkslied van de derde Oranje Vrijstaat. Vrijstaat van Agri. Lied op Zuid. Ga je gang. Nee, nu. Nee. Elke dag jij niet voorbij, dan denk ik dat is niks voor mij. Ik moet er niet aan denken, loop er aan de voeren zij. Want ja, het lijkt onder aan de maas. De salade ziet er echt heel veel kleuren. Het is gewoon een carnaval van eten. En we hebben lekker vis van alles door elkaar. En vlinder, hoe noem je dat toch? Farfalle, vlinderpasta. Okay. Kijk eens aan. En dan hebben we lekker tomatensaus en de gevulde. Ratatouille. Met ratatouille. Gevulde courgette. Courgette, ja. Nou mensen, ik kan niet anders zeggen dat ik mijn gasten lekker laat gaan eten. En het enige wat ik kan zeggen. Dat gaat lekker smullen en dan zie ik jullie volgende week, oké? Okay? Kijk in dezelfde tijd. Smullen met Lieve! Volgende week! Smullen met Hubert! Hubert dat in cucina, prepara criollo, un mucha pasa mirele, mijn visa son nono, mijn lima oma. Je borden, mijn lieve oma, kom dan een beetje maar halen, kom dan een beetje maar halen, wel met je borden.